Ik heb een nieuwe decoupeerzaag gekocht. Ik heb mijn oude Marvel heb ik verkocht. Omdat dat nou niet mijn type decoupeerzaag was. En nou ja, prima decoupeerzaag hoor. Daar valt niks op aan te merken. Hij is perfect, maar ik vind hem, hij heeft geen handvat. En dan moet je aan dat rechte gedeelte moet je hem dan vasthouden. Dat vind ik niet prettig. En ik gebruikte hem ook nooit. Dus ik had al een decoupeerzaag van Vestool. Of de oude Vestool, ja, dat was een ander merk. En dus die was kapot en ik denk, nou, gaan we over op een nieuwe. En dan gaan we niet door met de Marvel, maar wil ik van Vestool. En nou wil ik dat even laten zien. Ik heb een catalogus van Vestool. Daar staan de prijzen ook in. En dit is de uitgebreide versie, want als je bij de winkel een catalogus krijgt, dan krijg je de helft van dit. Dus daar staat alles, type nummer en alles op. En dat is vreselijk handig, want je weet ook hoe de prijs ligt, adviesprijs. En ga ik zoeken op internet. En wat ik dan merk, dat ik koop mijn Vestool machines allemaal bij Clium in België. En dan is het er 20% goedkoper dan de adviesprijs. Nou, is er wel eens iemand die heeft gereageerd, ja, maar in Duitsland, en dan wist hij hoe je dat moest zoeken, heeft hij me toegestuurd en daar krijg je het nog goedkoper. Nou, dat heb ik geprobeerd, maar dat was inderdaad waar, maar niet zoveel. Dus om nou zoveel moeite te doen om uit Duitsland weer te laten komen, vond ik niet de moeite waard. Dus ik heb mijn leveranciers Clium. Dus ik heb al verschillende machines gekocht van Clium. En dat gaat prima. Dus daar maak ik nu reclame voor. Clium! Clium! Goed. Dus ik wou even de aandacht vestigen op die catalogus. Als je regelmatig zoekt naar een machine, naar goede machines, dan is een catalogus uitstekend hulpmiddel. Zo heb ik ook bijvoorbeeld van Dicton. Heb ik ook een catalogus. Die krijg ik nou regelmatig toegestuurd als die verouderd is. Maar dat. En daar staat artikelnummer in. En dan kijk je wat ze hebben. En zo heb ik die bankschroef die hier zit. Die universele bankschroef. Is van. Heb ik gekocht bij Dicton. En dat staat er ook in dat filmpje bij. En ik krijg regelmatig een vraag. Waar heb je die bankschroef gekocht? Nou, van Dicton dus. En als je in die catalogus van Dicton kijkt, dan zie je ook het artikelnummer. Maar je kan het ook opzoeken op internet. En het komt ook uit Duitsland. En ze hebben een Engelstalige website waar je kan zoeken. En ze hebben soms dingen die Baptist weer niet heeft. En Baptist is ook een speciaal zaak voor gereedschap en zo. Daar kan je vrijwel alles krijgen. Er zijn uitzonderingen die dingen die ze. Ik heb een houtfeil gekocht. Die zag er heel futuristisch uit. Met veel schuine hakken en een soort zaagje. En ik dacht, god, en het was nog niet goedkoop ook. Ik dacht, dat was van Dicton. Toen dacht ik, nou, en Baptist had dat niet. Dus ik denk, ik ga hem toch proberen. Dat heb ik in een filmpje laten zien. En er blijkt dan helemaal niks te zijn. En ik denk, nou, Baptist maakt zijn keuzes al. Waar het goed gaat, denk ik. Ik denk, ja, het is niet voor niks dat Baptist hem niet heeft. Dat is, misschien schat ik ze te hoog in, maar. Dus, ik maak niet een reclame voor één zaak. Ik heb het hier al sowieso over drie zaken. En, nou, dat wou ik toch even mededelen. Nou, we hebben hier het leuke pakketje. Altijd net een verjaardag. Ik krijg een pakketje. Met een briefje erbij van Sinterklaas. En ik heb hier twee dingen gekocht. Dus het was niet alleen de decoupeerzaag. Ta-da-ta. Inkist. Maar ik heb nog een systeem om cirkels te maken met de decoupeerzaag. Want ik heb een aanvraag voor een raam met een ronde bovendorpel. Ik denk, oh,
dat zal ik misschien wel eens een keer nodig hebben. Carvex heet dat, geloof ik. Even kijken. Ik ga de doos even weghalen. En de decoupeerzaag is niet de lichtste die ik gekocht heb. Kijk, daar heb je die keuze in zo'n catalogus weer voor. En dan zie je waarvoor die geschikt is. En die de een na de lichtste, zeg maar, de iets zwaardere machines, die had ook zo'n handvat. En die kan je ook cirkels mee draaien. Dus op die voorwaarden heb ik hem nou gekocht. Ik denk, ja, die lichtere is ook voldoende voor mij. Maar dan kan je weer geen cirkels mee draaien. En dat is misschien wel eens nodig. En wat dit nou allemaal is. Wat is dit nou toch weer? Daar zit iets van een soort sleuteltje, een groen sleuteltje aan. Nou, dat moet ik toch eens uitzoeken. Want ik denk dat dit de houder is voor mijn decoupeerzaag. En ik heb hier een soort rail. Kijk. Nou. En dat kan je denk... Ik heb natuurlijk niet op de handleiding gekeken. En dan gaan er heel veel mensen oei 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 roepen. Waarom doe je zo stom? Maar ik wil eerst kijken wat ik ervan vind. Daar leer je namelijk veel meer van. Als je gelijk naar de handleiding kijkt, dan doe je je afsluiten voor je eigen creativiteit. Ik zie hier twee dingen. Want dit moet iets gaan doen met dat. En dan kan dat... Of dit komt op de decoupeerzaag. Ik heb geen idee. Ziet er ingenieus uit, maar ik heb geen idee. Hier staat een tekeningetje op. Voor die voet. En hier zit een blaadje erbij. Hier niks. Dit is een handleiding, denk ik. Ja, er zit allerlei onderdelen, maar je ziet niet hoe je het op zijn machine moet passen. Wel onderdelen. Nou, daar heb ik nou even geen zin in. Dan ga ik later. En wat dit nou is, is dat veerkrachtig? Nee. Dat hoort misschien aan elkaar of zo. Maar dat staat hier natuurlijk ook niet. Ja. Ik ben eigenlijk meer nieuwsgierig naar mijn decoupeerzaag. Want daar zit wel een handleiding bij. En ik denk, misschien staat dit er ook bij. De handleiding, die is heilig verklaard. Twee zaagjes. En een handzame, niet te dikke handvat... Met een stofafzuiger. Nou. Nou is het natuurlijk wel zo dat er op YouTube allemaal mensen zijn die dit soort dingen uitzoeken. Dit is de snelheid. En dit is het pendelen. Dat is allemaal logisch. Hier zit nog een groene knop. Wat is dat? Gaat er dan iets los? Ik denk dat het voor de zaagje is om erin te doen. Kijk. Ik heb hier twee zaagjes. Een gouden en een zwarte. Daar moet dat natuurlijk verschil in zitten. Dus ik hou het even netjes. Zo. En dat zal hier in die kop moeten... Zo. En ik denk dat deze voor de bevestiging is. Nee, hij gaat er niet in. Ja, zo wel. En zo, nee. Hij zit onder een hoek. Dat is gek. Hij zit schuin. Nou, daar hebben we de handleiding voor nodig. Dat weet ik niet.
Oh, het is een knop die niet vastgezet kan worden. Je moet hem dit zijknopje drukken en dan moet je hem vasthouden. Dat vind ik nooit handig, maar goed, dat is dan tegenwoordig zo. Dat is veiligheid, zo. En wat is dit? Hier zit ook nog een groen dingetje. Nou, dat moet ik allemaal uitzoeken. En zit hier nog een soort inbestsleuteltje. Dat zal ook wel helemaal fantastisch zijn. En dit ziet er allemaal ingenieus uit, die voet. Maar, wat ik zei, er zijn filmpjes waarschijnlijk voor. Ik ga met deze. Deze machine heet Carvex, met een C. Een PSB 420. Vestool. Dan ga ik gewoon een filmpje kijken of het er op internet is. En dan, als iemand mij dat gewoon voordoet, dan hoef ik er niet meer over na te denken. Dat vind ik wel zo makkelijk. En als ik dan weet hoe het gaat, dan laat ik zien hoe ik ga proefdraaien. En dat die cirkel draaien, dat moet ik ook nog uitvinden. Maar ik hoop dat Frans, de voorlichter van Vestool, daar een filmpje over gemaakt heeft. Daar hoop ik op. En als ik er niet uitkom, dan ga ik naar bij Gouda. Heb je hun reparatiebedrijf. En als je opbelt, dan kan je gewoon langskomen. Daar zijn ze heel makkelijk in. En als ik er niet uitkom en ik heb een vraagje, dan ik bel dan even op. Kan ik langskomen met die en die vraag? Kunnen jullie dat mij voordoen? Dan doen ze dat. Ik ben er wel, dat vind ik wel leuk van ze. Ik heb wat de handleiding bestudeerd en wat filmpjes op YouTube. Ook van Frans, van zijn Vestool-voorlichting. Ging me iets te snel. Hij deed een paar handelingen en ik verrek, wat doe je nou? Maar ik denk, moet ik dit nou laten zien in mijn filmpje? De in- en outs van deze machine. Dat, nou ja, dat ga ik dus niet doen. Want dat doet Vestool dan maar. En als iemand zo'n machine koopt, dan moet hij dat maar eens even lekker uitzoeken. Zoals ik dat nou ook doe. Ik bedoel. Maar wat heb ik nou? Ik heb dus de standaardmachine. Ik heb de voet die langs de liniaal kan. Links en rechts, gleufje. Maar dat past ook de cirkel draaien. Want er zitten hier twee driehoekjes. Ik moest even zoeken. Maar hier zitten twee driehoekjes wat erin past. Dan wordt dat één geheel. En als ik deze knop nou losdraai, dan kan ik, even kijken, schuiven op de maat die ik hebben wil voor de cirkel. Nou, kijk. Ik heb dit al aan de machine zitten. En dan kan je dat zo erop drukken. En ik heb hier een soort spijker. Hier een gaatje. Dat boor je ergens daarin of daar kan je dus zo je machine draaien. Kijk, die spijker zit, of die priem, hoe je het noemen wil. Die zit hier. Ook de typische groene kleurtje. En ik zal even, kijk, dit klik je heel makkelijk los. Als deze knop los is, dan kan die gewoon weer opgerold worden. En je kan hem aandraaien. En dat hoeft allemaal niet zo strak, want het rolt nergens naartoe. Daar heb je zo'n houdertje voor. Nou, maar dit is ook, behalve de functie dus van die cirkel, heeft hij dus ook de functie dat je langs een liniaal. Dit kan je apart aanschaffen ook, dat je dat kan gebruiken. Nou, bij de Mafel kan je de voet met één handeling eraf halen. Dat kan deze ook. Huppakee. En die voet, deze, die kan ook huppakee erop. Je moet hem een beetje recht houden, anders gaat huppakee mis. Kijk, dat klikt hij. Hij zit als een huis. Die is met één klik. En ik heb een filmpje gezien. Een man die ging dat vergelijken met die Mafel. Die ik dus ook gehad heb. En daar zit een
ook ongeveer zo'nzelfde soort constructie, dat je er makkelijk afklikt. Maar dan zat er een soort hendeltje en die drukte je aan om hem vast te zetten. En dat voelt alsof je hem lekker strak trekt. En hij had de conclusie getrokken dat dat strakker zat dan deze. Nou, dat vind ik onzin. Dit zit zo'n huis, dat kan nergens naartoe. Dus als dat speling heeft, dan moet je naar de vest toe gaan, want dan is het niet goed. Dus dat ding is met één handeling eraf te krijgen. Nou, en er zit hier nog een soort slurfje aan voor de afzuiging. Die kan je er afklikken. En nou lijkt het alsof dat hier ook op kan, maar dat weet ik niet. Het zou erin moeten kunnen passen, lijkt mij. Het past wel, maar die heeft dan niet zo'n kliksysteem dat hij eraan haakt. Dus ik durf hem niet door te drukken. Nou, en ik heb ook nog een vraag. Hier zit een stofkapje op. Die moet je met een eenvoudige handeling naar beneden kunnen drukken en dat doet hij niet. Dus dan moet ik toch even informeren bij de Vestool hoe dat zit. Want dat klopt niet. Lichtjes moet je dat kunnen. Kijk, je moet hem goed recht houden, anders valt hij eraf. Maar het zoekt zichzelf op en je kan nergens heen. Ik kan nog hier een proefje draaien dat hij haaks. Ik weet van de Mavel, als hij dat doet, is hij gewoon perfect haaks. En ik neem aan dat dit ook zo is. Maar ik wil nog andere dingetjes laten zien. Er zitten lampjes in, die kunnen 3 standen hebben. Ik ga niet uitleggen hoe je dat doet, maar het gaat erom, er zit een strobofoon, of hoe heet dat? Dat flikkerende licht, tjak, tjak, tjak. En dat doen ze, van als die op zijn snelst gaat en je hebt dat flikkerende licht, dan lijkt het net of dat zaagje stilstaat. En dat moet het voordeel leveren dat je de lijn heel goed kan volgen. Ik heb het niet geprobeerd, maar dat is de reden. Nou, dat heeft Mavel totaal niet. En je kan hem ook instellen dat lampje gewoon aan is of uit. Dat kan met deze. Er zitten 2 aanknoppen aan. Daar kan je hem mee stellen. Maar dat is een lang verhaal. Daar ga ik nou niet over. En er zit ook een uitwerpknop. Dat zaagje is heet. Dat ga je niet met je hand eruit halen. Dus dat is een soort. Hij schiet die eruit. Nou, is wel leuk. Maar erin doen. Dan gaat hij onder een hoek. Gaat hij erin. Even kijken, zo. En dan moet je hem draaien naar rechts. En dat vind ik een beetje. Het zit aan die puntjes te draaien. Zo. Nou. Hij wil het. Oh, ik heb hem er niet in. Het gaat toch wel goed. Je moet hem er wel goed in doen. Ik zal het nog een keer doen. Nou, kan hij er zo uit. Kijk. Gewoon leuk dat schieten. En dan zal ik hem eens even. Zo. Nee, erin blijven. Ik leg hem dan maar even neer. Dat is makkelijk. Kan ik goed zien dat hij erin zit. En dan is het een fluitje van een cent. Anders haal je handen open aan die scherpe punten. Goed. Nou, en ik vind van deze machine vind ik ook een mooi voordeel. Je hebt hier een aanknop, dan blijft die aan. En je hebt hier een soort gasknop, noemen ze dat. Dan kan je gas geven, zoals met een gewone knop. En dan kan je hem uitdoen en aan, zoals jij dat wil. Maar wil je hem constant aan hebben voor een rare toestand, dan wil je niet hier zitten, dan blijft die aan. Dat vind ik, dat heeft de Mavel niet. Dat vind ik een groot voordeel, want het kan situaties geven waar hij hele rare situaties zit ik wel eens. En dan heb je hier zo'n rare knop die je niet kan constant laten draaien, maar deze kan het wel. Ik zal het gelijk laten zien. Ik vind dat wel leuk. Dus ik ben toch wel blij dat ik deze machine heb. De handvat is vrij smal. Je kan hem lekker beetpakken. En die Mavel had dat ook niet. Dan moest hij dat hele lijf beetpakken. Daar hou ik ook niet van. Maar dat is persoonlijk. Kijk, nu heb ik hem dus. Kan ik hem aandoen. En dan kan ik hier gas geven als ik dat wil.
Ook goed. Als je er gewend bent. Dan doe je gewoon zo. En je zaagt. Hij staat nu op zijn maximum. En op zijn laagst. Zaagt hij heel lief. En ik vind hem wel een beetje lawaai maken. Dat is... Volgens mij, als ik me goed herinner, was die Mavel iets rustiger. Maar die stofkap kan niet omlaag. Dat vind ik een minpuntje. Er zit hier ook een soort knop. En in de handleiding staat er ook dat je hier moet drukken. Maar waar dat voor is, weet ik niet. Dat moet ik ook vragen. Dat vind ik een raar ding. Nou, dat kan je zo inklikken. Hier kan je natuurlijk de stofzuiger eraan doen. Nou, heb ik in een nutshell heb ik even de dingen opgenoemd. Ik vind hem qua gewicht lekker. Niet te zwaar. Ik ga hier een stukje zagen. En dan ga ik laten zien wat die haaks is. Niet mis, hè? Niet mis. Dan moet ik natuurlijk van deze kant moet ik dat doen. Nou, hij is haaks, hoor. Hij is echt haaks. Zo uit de losse hand. En perfect haaks. Dat heeft voor mij de voorwaarde dat als je hem langs een rail doet, dat hij dan niet gaat afwijken. Dus dat is met een gewone goedkope decoupeerzaag is dat niet te doen. Ik heb dat vaak genoeg geprobeerd langs een rail. En dat verliep het, ging schuin. Nou, bijvoorbeeld een brievenbus uitzagen, dat zou met zo'n decoupeerzaag nog kunnen. Want je hebt hier, je moet even een gat boren om in te laten. Ik zou hem niet zo schuin doen. Zoals dat, misschien kan het wel hoor, maar ik zou dat met zo'n machine niet doen. En dus een gat boren kan je zo. Want hij kan ook waarschijnlijk heel erg mooi bochten maken, heb ik gezien. Op een filmpje. Ga ik hier allemaal niet uitproberen. Wordt dat verhaal veel te lang. Nou, waar dit voor is, dat weet ik nog steeds niet. Nou, en het, als je zo'n mooie machine hebt, dan ga je natuurlijk ook denken aan verschillende zaagjes. En je kan een ijzerzaagje ook kopen. En er staat in de kist allerlei voorbeelden van wat er allemaal kan. Dat ga ik ook nog eens bestuderen. Maar ik doe dat. Niet echt die uitleg voor deze machine, omdat, wie koopt er zo'n machine? Dat is een klein percentage. En degene die dat doet, die is ook wel zo slim om dat helemaal perfect uit te zoeken. Dus dat, ik vind dit voldoende. Ik ben er blij mee en ben toch blij dat ik deze heb en niet een Mavel. En dat is niet omdat een Mavel minder is, maar omdat ik andere eisen heb. Ik heb een ander soort werk. Als degene misschien die Mavel graag wil hebben, dat zijn vaak meubelmakers. En die hebben ook dat voetje nodig. Hier kan je apart een voet bij kopen dat je 45 graden kan. En dat is een tweedelige voet. Daar kan je weer andere dingen mee als van de Mavel. Die kan alleen maar 45 graden en onder een hoek zagen. Vond ik niet nodig, omdat ik dat op de cirkelzaag doe. Dat vind ik, ja, wanneer doe je dat nou met een decoupeerzaag? Het kan, oké. Maar wanneer moet ik dat nou doen? Het komt niet vaak voor. Nou, die twee problemen. Ik heb deze decoupeerzaag heb ik uit België. Dus ja, dan ga ik gewoon rechtstreeks ga ik naar Vestool, naar Gouda, daar zo. Waddinxveen, geloof ik. Daar zitten ze. Nou, ik maak een afspraak. Ik rijd er even langs. Een half uurtje. En dan ik stel die vraag en ik laat ze dat even uitleggen. En dan ben ik klaar. Daar heb ik Clium in België niet voor nodig. En ook niet Breur. Hij is perfect. Ook voor een brievenbus. Nou, dat heb ik met de andere decoupeerzagen nooit kunnen doen.
En hij is krachtig. Ik voel het. Hij is gewoon hartstikke krachtig. Ben ik niet gewend. Nou, er zit een typische snoer natuurlijk aan die je er af kan koppelen. Voor in de praktijk heb ik dit niet nodig. Mag het best stoffig zijn. Weet je wel, dat is, ja. Dat zijn andere eisen dan een meubel maken. Oké. Meer wil ik er niet over zeggen.